Wat goed is dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we een vlinder maken die je om je arm kan doen. Ja, dus kan uit twee kanten. Nou. Dan is het een mooi openvouwen als een echte bloemetje. Je wol nodig. Wol. Doe een klein stukje. Van de dikke man. Van deze allemaal de pinging en de achtbaan. Langs en tussendoor om echt een soort van spinnenweb van te maken. Deze vlinder in het groot maken. Dus we gaan hem met karton eigenlijk tekenen eerst. Dan knippen we hem uit. Ja, dit zijn dingen die we uit gaan knippen. Ik zal even laten zien aan de kijkertjes. Dit is inderdaad wat we eruit knippen. Dit is even het mini-voorbeeld. Je arm. Ja, dus we moeten eerst even jouw arm meten. Moeten we kijken naar hoe groot die middenstukje zijn. Zo recht mogelijk houden. Ja, weet het. Eerst maar de vlinder tekenen. Zijn we helemaal vrij. En dat gezichtje is ook een beetje pak, sorry. Wat ik van mijn vader heb geleerd. Oh, kijken. Dat zeg maar, kijk. Dus het handige is zeg maar, om niet meteen zeg maar, het vormpje al uit te doen. Maar eerst iets korter maken, zeg maar. Dat gaat wat makkelijker. Dan hoef je niet de hele tijd zo. Zeg maar. Slim. Ja. Dat hebben ze mij nog nooit verteld. En jij weet het al als je 8 bent. En hoe oud ben je? Nou, ik wilde net zeggen, ik ben 28, ik wist het nog steeds niet. Maar die kan ook. Nee, 8. Mag alleen maar hier. Dus mocht je nou zelf een keer willen knutselen hier zo, dat kan. En dan moet je onder even naar het mailadres gaan, zie je het kan gewoon allemaal op de grond gooien. En dan zit je straks naast mij en dan gaan we samen wat knutselwerken doen. En nu Stacey toch bezig is, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwe knutselvideo's. En dat zeg ik eigenlijk bijna nooit, maar je kan ook een belletje aanklikken. En dan gaat de deurbel. Je ja, maar lachen, dat wist ik zelfs eens niet. Nee, dat is echt, ja, dat wist ik ook niet. Maar dan krijg je een notificatiemelding op je telefoon. Allemaal super deluxe, maar het schijnt bijzonder te zijn. Dus dan ben je echt als allereerste die de video bekijkt. Ach jeez, toch. Nou, dus je moet wel, als je wil meedoen, goed zijn in lang kunnen knippen. Ja, soms knippen we lang. En wat zijn eigenlijk nog meer de eisen om mee te doen aan een knutselvideo? Je mag het mee naar huis. Ja, dat is een bijkomend voordeel. Maar wat moet je eigenlijk goed kunnen om mee te kunnen knutselen? Je bent ondertussen ervaringsdeskundige, dus aan jou kan ik het vragen. Best goed in tekenen en knippen. Ja. En lijmdingen lijmen. Ja, dus je kan thuis alvast een beetje oefenen met lijmen. Ja. Oké, okay, ja. Nou, perfect. Dus dat is hem. Daar ga ik verder knippen voor. Dan is het volgende aan de pas gekomen. Dan moeten we hier zo van die openingetje maken. Waardoor je dus zo doorheen kan met de arm. Dus dat wordt. Dan doen we het eigenlijk net als dat. Gaan we heel gevaarlijk doen. Ja. Ja. En dan kan je als het ware vliegen met de vlinder. Kan je meegaan op de vlinder. Er is wel een beetje veel bruin. Ja. Ik adviseer. Ja, we hebben kleurtjes. Ik adviseer je om dit helemaal in te gaan verven. Dat is nog beter. Maar als wij gaan verven, dat hebben we al een paar keer eerder gezegd, als wij gaan verven, dan moeten we heel erg lang wachten tot het gaat drogen. Nou, en we maken er best wel veel op zo'n dag. Dus wij gaan dat niet doen, we gaan ze niet verven. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om in te kleuren. En Thomas is getekend. Oh. Omdat het een grappige vlinder is en hij heeft ook hele aparte ogen. Dat heb ik super mooi. Je hebt gewoon zo beide kanten gedaan. Ja. Goh. Want als je zo doet, kan je zo. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Nou, en ook andersom. Even af. Ja, je kan natuurlijk helemaal ingekleurd worden. Dus daarom haal ik dit er ook af. Oh ja, ja. Omdat dat echt allebei de kanten kan. Ja. Sorry voor dat geluid. Geen probleem, er zijn mensen die het leuk vinden, zulke geluiden. Dus. Ze hebben andere video's. Want je hebt ook filmpjes zeg maar, van kinderen en aan het einde komen bloopers. Ja. Hebben wij bloopers gehad?
Hebben wij bloepers gehad in onze... Alles gaat ineens in één take. Toch? Ja. We hebben wel eens een keer bij jullie geweest, maar dat is niet opgevallen. Ik ook dacht toen als ik hier naartoe ging. Ja. Want ik maak zelf ook video's. Oh ja. Nou, ik heb er nog maar 3. Oh, maar dat geeft niet, dat komt vanzelf. En ja, die robot heb ik zelf gemaakt. Ja, ja, dat heb ik al eens een keer gezien in video. Ja. Maar ik dacht er dus aan om zeg maar mijn camera mee te nemen. En dan als ik hier zit te lopen, als ik dat vlog en als ik hier naartoe ga. Oh ja, dan ga vloggen. Ja. Net als Gio en Enzo Knol en Don. En meisje Jamila doet soms ook. Ja, dat is allemaal, allemaal views, content. Nou, ik vind hem goed gelukt. En natuurlijk kan hij nog veel mooier met allerlei kleurtjes en dat soort dingen. Dat ga ik denk ik dan. Dus je hebt de hele vakantie nog de tijd voor. Trouwens, als deze video online is, is bijna iedereen weer terug van vakantie. Maar, in ieder geval, voor de volgende vakantie heb ik nog van alles nog te doen. Ik vond het leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer. En dan zeggen we altijd bedankt voor het kijken. En doe even zwaaien. En dan jij je vlinder zwaaien dan. Oké. Doei!